Dank voor de uitnodiging om te spreken bij dit ontzettend leuke project van Lindes Erfenis. In het Rijksmuseum ben ik in de gelukkige omstandigheid dat ik die collectie mag beheren. De collectie van Linde van Pallans als conservatorschilderij van de 19e eeuw. Die collectie bestaat in zijn geheel uit meer dan 13 verzamelingen door de tijd heen gelegateerd of geschonken. En het merendeel is geschonken na 1885, toen het Rijksmuseum aan de Stadhouderskade, wat u vermoedelijk wel kent, net open was. En men daar heel graag die collectie wilde verrijken met de nieuwe kunst. Want in 1885 was de kunst die we vanavond gaan zien natuurlijk recent of zelfs heel modern. In deze lezing wil ik het ontstaan van de collectie van Linde van Pallans laten zien en over de wederwaardigheden in het Rijksmuseum vertellen van de collectie en ook kijken hoe die collectie zich nu verhoudt tot andere schenkingen en legaten uit die periode. En daarmee kijk ik ook naar de smaak van het echtpaar. En in het bijzonder heb ik me afgevraagd in hoeverre, het wordt altijd de collectie van Linde genoemd, in hoeverre het ook de collectie van Pallant was, dus van de barones. En hoe bijzonder hun keuzes zijn. En ik wil er even heel graag bij vermelden dat ik ontzettend veel heb gehad aan het onderzoek wat de leden van Historisch Beest de Zwaag hebben gedaan en die dat met mij hebben gedeeld. En dat is ontzettend fijn en daar kan ik heel veel aan ontlenen voor deze lezing. Dus hartelijk dank. Zoals de tentoonstelling in de overtuin van Lindestein laat zien, is het hier een Beestse Zwaag waar het allemaal begon. We weten dat de collectie uit twee duidelijk te onderscheiden delen bestond, bepaald door waar de schilderijen hingen. Dat begint op Lindestein, de hoofdwoning van baron van Linde, tot zijn huwelijk in 1859. Of eigenlijk krijgt hij er dan een woning bij. Hij bouwde voort op een vermoedelijk al bestaande verzameling van oudere werken, maar hij concentreerde zichzelf op de Nederlandse 19e eeuwse schilderkunst. En die collectie liet hij bij zijn overlijden in 1896 na aan het Rijksmuseum. De meeste van die werken hingen in de schilderijensalon. Dat weten we, omdat in 1858 een feest is geweest in de tuin, waarbij ook deze ruimte werd opengesteld door de toenmalige douairière van Linde, dus de moeder van baron Rijn van Linde. En die werd opgesteld voor het publiek wat op dat feest aanwezig was. En wanneer de collectie in 1899 wordt opgehaald, na dat legaat, om te worden overgebracht naar het Rijksmuseum, hangen die schilderijen daar nog steeds, al zijn ze wel behoorlijk aangevuld met aankopen in de tussentijd. Maar uit die lijsten, gecombineerd met de afmetingen van de schilderijen en kennis over hoe in de 19e eeuw kunst werd getoond, heb ik een poging tot reconstructie gedaan. Maar ik moet er meteen bij vertellen dat ik vandaag voor het eerst in Lindestein zelf ben geweest en bleek dat die constructie toch reconstructie niet helemaal goed is. Maar ik wil er ook meer dan alleen mee vertellen hoe het hing. Het maakt ook duidelijk wat de smaak van de baron was op dat moment. 19e eeuwse kunstcollecties werden vaak op dezelfde manier gehangen. Alle genres bij elkaar, dus landschap bij landschap, zee bij zee, interieurstukken bij interieurstukken. Symmetrisch als het even kon en vrij dicht bij elkaar en in minimaal twee lagen, dus echt hoog. Typisch 19e eeuws, en dat is hier ook wel te zien, is de sentimentaliteit. Vaak sombere thema's die wij nou niet zo graag boven de bank zouden willen hebben, maar die toen een hele beleving opleverden. Zoals hier, waar we een aantal stukken hebben, ik ga zo op wat meer in, maar die niet echt heel vrolijk zijn. En ook heel donker, hè? De smaak van de 19e eeuw, in ieder geval die romantische schilderkunst, is vaak donkere tinten. Stemmig noemde men dat. Dat heeft overigens voor degenen die vorige keer bij de lezing waren, niet zozeer te maken met de sterfte van hun jonge dochter Cornelia. Zij sterft in 1880 en veel van deze stukken zijn dan al lang verworven. Ik zie er wel de godsvruchtigheid van de familie in terug, die we ook kennen uit andere bronnen. Bijvoorbeeld in de biddende ouders. Hier op het schilderij van de Noor Tiedemans. Het zieke kind heet dit ook. En hier Olde Barneveld, die zijn ochtendbed nog in alle stilte houdt voordat hij naar het schavot wordt gebracht om onthoofd te worden.
En dan is er ook nog het kleine schilderijtje hier, wat nu ook een reproductie van In het Kerkje in Beetjeswaag hangt. Allebei Vroeg ter Kerke heet dat. Dus ja, allemaal wel van een zekere gelovige inslag. Ik dacht, een zaal heeft meerdere wanden, dus ik heb er nog één verzonnen. Er was één ovaal schilderij in die collectie die we kennen uit die lijsten. En dat heeft vermoedelijk boven de deur gehangen. Dat noem je een soort bovendeurstuk. En dat is van Christoffel Bisschop, de Valkenier. Stadsgezichten waren ook ontzettend populair in de 19e eeuw. En ook dat laat ik hier zien. Niet alle schilderijen overigens hebben we kleurenfoto's van. En dat komt omdat een groot deel van die collectie uiteindelijk wel in het Rijksmuseum terecht is gekomen. Maar niet alles wordt gehangen in de zalen van het Rijksmuseum. Een deel wordt verspreid, want het is de collectie van de staat, via ambassades en ministeries. Dus een deel van Buitenlandse Zaken verzorgt die verspreiding, waardoor het dus wel collectie in Nederland blijft, maar niet per se in het Rijksmuseum te zien is. En dat is bijvoorbeeld, oh, het geval met dit schilderij. Hé, hier mis ik een animatie. Oh nee, dat is deze. Dit is een schilderij waarvan we alleen een nogal slechte zwart-wit foto hebben. Oswald Achenbach. En daarom heb ik er even een werk overheen gedaan, waarin u ziet wat die schilder deed, wat voor genre die beoefende. Als er een schilderij een rood randje heeft, dan betekent dat het niet uit de collectie komt, maar ziet eruit als, zal ik maar zeggen. Omdat ik geen goede foto heb. Wat hier ook weer heel goed te zien is, is dit schilderij van Hein Burgers, Joodse begrafenis. Nou, ook niet echt dat je denkt, jongen, wat vrolijk. Dus een smaak waar we nu toch eigenlijk ons even in moeten verdiepen om aan te voelen wat nu precies de schoonheid van dit soort werken was. Dan was er een wand met landschappen. Heel duidelijk uit de romantische school. Heel gedetailleerd geschilderd. Mooie luchten. Vaak avondlucht of zo'n maanlandschap van Georg Zaal bijvoorbeeld. En vaak ook kleine schilderijtjes die daar dan onder of boven hingen. Hier dit kleine schilderijtje van Schelfhout, wat op de lijst een wintertje wordt genoemd. Daar was Schelfhout een enorme meester in. En het zijn allemaal kleine paneeltjes. En hier een prachtig romantisch zeegezichtje van Meijer. Dat soort stukjes, daarvan vermoed ik dat de baron die als eerste heeft verworven, die komen uit de jaren 40. Dus ik denk dat hij, maar dat zal ik zo nog wat toelichten, maar dat de eerste schilderijtjes zijn geworden. Want mijn volgende vraag, nadat ik had bedacht van hoe hangt dat nou allemaal? En ik laat hier nog even de selectie Zeelands zeegezichten zien. Waarvan hier een Meijer, die dus uit onze collectie stamt, maar niet die van de collectie van Linde is. Rossum de Châtel, die vrij laat is, meer Haagse schoolachtig. En een schilderij van een Venetiaans schilderij van een schilder waarvan een ander werk dus in de collectie hing. Dus de volgende vraag is, nadat ik had bedacht hoe zou het gehangen hebben, van hoe kwam die collectie nu eigenlijk tot stand? En daarvoor moet ik even terug in de eeuw. Want in 1808 is er in Nederland een nieuw fenomeen. Grote verkooptentoonstellingen van eigentijdskunst, zoals dat toen werd genoemd. Ze noemden het destijds tentoonstellingen van levende meesters. En dat waren de eerste verkooptentoonstellingen in Nederland. Voor die tijd had je dat niet. Je ging naar de kunstenaarsatelier zelf. Je ging naar een tussenpersoon. Het woord handelaar kende men ook niet helemaal. Dat heette makelaar of agent. Of je ging naar een veiling. Daar zag je eigentijdskunst. En in 1808 heb je koning Lodewijk Napoleon, dus de Franse tijd in Nederland. En die denkt, hé, in Parijs hebben wij de Salon. Waarom doen we dat in Nederland niet? Dus in Nederland werd dat ook geïntroduceerd. En ik laat hier een tekening zien van Pieter Barbiers. En dat is het eerste tentoonstelling die werd gehouden in het Koninklijk Paleis op de Dam.
wat toen voor het eerst ook Koninklijk Paleis was. En nou ja, je ziet dat niet iedereen ook door had hoe je nou eigenlijk moest gedragen op zo'n tentoonstelling. Want de honden renden er rond en mensen renden daar. Dus het was een evenement. Het werd ook gehouden tegelijkertijd met de kermis. Dus het geeft ook een beetje aan hoe mensen het zagen. Maar vanaf 1815, hè, als de hele oorlogen met Napoleon over zijn, het land weer in rustig vaarwater komt, zie je dat daar een toenemende frequentie is en dat die tentoonstelling vaker wordt gehouden en in andere steden. En ik denk dat de eerste aanwinsten die Baron van Linden heeft gedaan op die tentoonstellingen van levende meesters zijn gedaan. En dat is weer die Olde Barnevelds bijvoorbeeld. Deze schilderijen waren voor een heel groot deel ook al in Leeuwarden te zien, die hij in 1853 kocht. Maar daar bleef ze onverkocht. Maar het is natuurlijk wel heel waarschijnlijk dat hij in Leeuwarden die tentoonstelling heeft bezocht. Want daarna werden ze nog eens tentoongesteld in Den Haag. En ik laat hier zien dat dit het schilderij is, nummer 360. Dus zoveel schilderijen hingen er al minimaal. En de prijs die hier staat is de vraagprijs, 1600 gulden. En wat ook wel hoop ik meteen te zien is dat dat het duurste schilderij is van de lijst. En dat al die landschapjes veel goedkoper zijn. Kortom, dit was ongeveer een van de duurste schilderijen van de tentoonstelling. En dat kwam omdat het historisch schilderkunst was. Het toonde een hele belangrijk moment uit de vaderlandse geschiedenis. De strijd tussen Olde Barneveld en Prins Maurits, die in wezen gaat over parlementaire manier van besturen, voor zover je dat toen had, en de macht van de Oranjes. En Maurits heeft uiteindelijk Olde Barneveld laten oppakken en laten onthoofden. Het is het bekende gedicht van Vondel over het stokske van Olde Barneveld. En die oude man die met zijn stokje naar het schavot loopt. Hoezo ga je die nog onthoofden? Hij is al onschadelijk gemaakt. Wat we hier zien is dat in die catalogus een tekst ook is opgenomen. En die laat ik hier even zien. Waarin dat moment, dat citaat over het stille ochtendgebed van Olde Barneveld, nog eens extra erbij wordt gezet. Zodat iedereen op die tentoonstelling ook snapte, oh wacht, het gaat hier over. En dat komt uit een overgeleverd manuscript van de bediende van Olde Barneveld, Jan Franke. Dus echt een citaat uit eerste hand. Dus ja, dat was wel een heel belangrijk schilderij. En vandaar dat enorme bedrag wat waarschijnlijk de Van Linden daarvoor heeft neergelegd, al is het ook heel waarschijnlijk dat hij erop heeft afgedongen, want dat was wel gebruikelijk. Op diezelfde tentoonstelling in 1853 kocht hij mogelijk ook nog een zeegezicht van Nicolaas Riegen. Dat weet ik niet zeker. Maar ook dit schilderij van Ter Laak, dat heette toen Armoede en Weldadigheid. Tegenwoordig noemen we het meer beschrijvend, een rijke dame bezoekt een arm gezin. En ik vond het wel grappig dat het heel toepasselijk een plek kreeg in de kamer van de kamenierster. Die dus iedere dag te zien kreeg hoe de barones van Linden goed voor haar zorgde. En anders kwam ze tot de bedelstaf. Ik weet niet of Van Linden deze aankopen samen met zijn moeder heeft gedaan. Die in deze jaren nog op Lindenstein woont. Zij sterft in 1864. Maar hij is dan al 26. Hij beschikt dus over zijn eigen kapitaal. En hij is, denk ik, dus met zo'n kleine schelfhout die ik net liet zien, de kleine Meijer, al begonnen met verzamelen op kleine schaal in de jaren 40. En vanaf deze tijd zien we regelmatig aankopen op deze verkooptentoonstellingen. Hier bijvoorbeeld een ateliertafereeltje van Toussaint, wat op de tentoonstelling van 1859 te zien was. En dat heeft hij voor 100 gulden op de kop getikt, dus dat was allemaal niet zo duur. Maar wat we ook zien, en dat vond ik wel heel interessant en het geeft iets aan van zijn ambitie, is dat hij regelmatig werken koopt die bekroond zijn. Je had namelijk op die tentoonstelling van levende meesters een jury en die besliste, en dat staat hier op deze eerste pagina van de catalogus, wie zilveren medailles kreeg en wie een getuigschrift. En we zien hier dat die valkenier van Kistel van Bisschop, die dus boven de deur waarschijnlijk hing, in 1857 wordt bekroond met een zilveren medaille. En dat had natuurlijk wel wat consequenties voor de prijs. Hier zien we zijn naam staan. Ik heb het rood omcirkeld. Hier de
Het is eigenlijk overbodig dat ik het doe. Ik heb het al gedaan. De vraagprijs. En we zien dat de baron ook inderdaad de vraagprijs betaalt. Een bekroond stuk ga je niet op afdingen. Dus voor 300 gulden heeft hij dit verworven. Twee andere aankopen in 1861 bevestigen deze strategie. Dit is weer dat schilderij waar we een slechte foto van hebben van Oswald Achenbach. En hier staat op de bekroonde lijst de vreemden. Oswald Achenbach was een Duitser. Ze is bekroond met dit schilderij. En ernaast kunt u zien dat er 2500 gulden voor werd gevraagd. En de baron betaalde er 2000 voor. Dus dat nog eens nog wel afdingen. Maar daaronder... Hier is die Achenbach, hier is de Allebei. En dat is het schilderijtje wat we net al zagen. Werd op die tentoonstelling ook bekroond. Vast een van de Nederlanders. En daar betaalt hij weer de vraagprijs voor. Het leuke is ook nog van dit soort onderzoek. Dat ik zag in deze catalogus. Dat wat de originele titel was van het schilderij van Oswald Achenbach. Want bij ons heet het... Vraag me niet waarom, maar in 1976 heeft iemand besloten dat het Marktdag in de Italiaanse stad heet. Maar ik zie hier dat het een zondag in Palestrina in het Sabijnse gebergte heet. Met als gevolg dat we het kunnen plaatsen. Dus dat is natuurlijk leuke toegevoegde informatie. Wat ook ontzettend leuk is van deze catalogus, want je hebt die catalogus, die werden natuurlijk gedrukt, maar we hebben er een aantal waar mensen aantekeningen bij hebben geplaatst. En dat is natuurlijk een fantastische bron van informatie. En het leuke is dat we hier de naam van Linde ook inderdaad in potlood geschreven zien. Hè? Verkocht, verk staat er, hè? Verkocht van Linde voor 2000 gulden. En daaronder staat Hanedoes. Wat betekent dat? Hanedoes staat ook op de lijst van schilderijen in het huis Lindenstein. En hij is de enige in die hele groep die vertegenwoordigd is met meer schilderijen. Want voor de rest kocht de baron eigenlijk vrij consequent steeds één werk van één meester. We noemen dat encyclopedisch verzamelen, dat je eigenlijk probeert een overzicht te krijgen. Gaat je natuurlijk nooit lukken, maar in ieder geval dat was het streven. Maar de werken van Hanedoes zijn vermoedelijk direct van de kunstenaar gekocht en werden verspreid over het huis opgehangen. Want hij was een huisvriend, een vriend van de familie. Dus dat is op een andere manier in die collectie gekomen. En hier heb ik enigszins me afgevraagd welke Hanedoes hing waar. Maar aangezien ze allemaal landschap heten, maakt dat het leven niet makkelijker. Dus ik heb hier enigszins geconstrueerd. En ik denk dat die twee schilderijen linksboven, die allebei hetzelfde formaat hebben en als pendanten beschouwd kunnen worden, dus twee bij elkaar horende schilderijen, dat die in de schilderijsalon hebben gehangen. Want daar hing twee keer een Hanedoes. En de rest is groot, of soms zelfs heel groot. Dus ik vermoed dat die in de slaapkamer of in de bovensalon te zien waren. Of ze zijn heel klein en er is ook het gangetje waar de bedienden langs moesten. Dus dat zijn misschien die kleine werken. Dit is allemaal giswerk hoor, maar in ieder geval, die waren over het hele huis verspreid. Nou, Laurens Hanedoes was een vriend van de familie, een befaamd landschapsschilder in de 19e eeuw, een van de grote namen rond 1860 en zelf een verwoed kunstverzamelaar. Hij is geboren in Woudrichem, dus er zijn geen Friese links hier, maar hij reisde heel veel door heel Europa en hij bezocht in de jaren 50 al Frankrijk vaak en bijvoorbeeld ook de kunstenaarskolonie Barbizon, die we straks nog tegenkomen, waar een groep landschapsschilders werkte. Dus hij kende de Franse schilderkunst heel goed. En hij woont vanaf 1860 in Den Haag, waar hij een heel actief lid is van de kunstenaarsvereniging Pulgi Studio. Dus ik vermoed dat Hanedoes, dat zijn naam hierbij staat, omdat Hanedoes, deze tentoonstelling was in Den Haag, de bemiddelaar was of misschien het heeft gekocht voor Van Linde. Maar dat dat de connectie in dit geval was. Dus daarom staat die naam erbij. Wat ik heel opmerkelijk vind is dat de baron geen lid werd van die kunstenaarsvereniging Pulgi Studio, waar echt behalve kunstenaars Toet Den Haag lid van was, inclusief de kringen waar Van Linde in verkeerde. Zoals de schoonfamilie van Pallant, er waren er een paar lid van, andere adellijke mensen, dus echt zijn kring.
Maar ja, daar is hij geen lid van geworden. En straks zal ik nog wel even zeggen dat ik, waarom ik denk dat dat is. Maar dat Laurens Hanedoes de baron adviseerde, of misschien zelfs voor hem kocht, lijkt mij aannemelijk ook door deze aantekening in die catalogus. En ik noem al Den Haag, Boegie-studio, 1860, want dat is waar de baron in 1859 naartoe gaat. En dan hebben we het tweede deel van het verhaal, de tweede kunstcollectie. In 1859 trouwt Rijn van Linden met Maria Catharina, barones van Palland. En ze blijven niet in Beetse Zwaag, althans niet als vaste zetel, maar ze vestigen zich in Den Haag. In de nieuwbouw van het Willemspark, rondom het monument van 1813, voor degenen van u die Den Haag goed kennen. En het huis op de Alexanderstraat 12 is dus nieuwbouw. En dat moet worden ingericht. En hier zien we Rijn en Maria Catharina met hun dochtertje Catharina, die in 1860 geboren wordt. Cornelia. En hier het huis, zoals het er tot voor kort uitzag. Dus we zien hier, de nieuwbouw bestaat uit drie huizen. En hun deel, dus met de voordeur, is het meest rechtse deel voor u, waar de Italiaanse vrachtgang, want het werd later de Italiaanse ambassade. Dus een behoorlijk groot huis, dus dat moet worden ingericht, dat is hartstikke nieuw. Dus er komt een tweede verzameling en die heeft vrijwel uitsluitend werk van Franse kunstenaars. En dat is een hele interessante keuze. Dat is echt een césuur ook met wat daarvoor gebeurt. Ik heb me hier niet gewaagd aan een reconstructie, want ik heb geen idee wat de plattegronden zijn van dit huis. Dus ik laat u gewoon wat werken uit deze tweede verzameling zien. En dat zijn ook modernere werken, misschien ziet u dat wel. We hebben het hier veel meer niet zozeer over romantiek, hoewel die sentimentaliteit er wel in zit, maar eerder over realisme. Maar wat ik ook heel interessant vind, is dat, los van het sentiment wat we kennen uit de eerste verzameling, hier ook die religieuze tendens terug te vinden is. En dan wat uitgesprokener, want Fransen zijn natuurlijk vaker katholiek, dus je hebt te maken met katholieke kunstenaars. En vooral de Eugène de la Croix is bijzonder, dat is deze. Christus in de tuin van Gethsemane. Want er zijn maar vier schilderijen van Eugène de la Croix, die een van de grote romantische schilderen is in Frankrijk, gewoon in de kunstgeschiedenis. Er zijn maar vier schilderijen van deze kunstenaar in Nederland. Eentje in de Mesdag-collectie, in het Museum Boijmans in het Krullenmuller. Maar dit is daar echt wel een van de betere. Dus het is een waanzinnig goede aanwinst geweest. Dit werk is in het Van Gogh Museum te zien, niet bij ons, aangezien de kunstenaar Van Gogh een groot bewonderaar van de la Croix was. Dus dat is een hele duidelijke connectie. Hoewel ik vandaag, toen ik door de tentoonstelling liep en het zag, toch al zei, ik ben een beetje hebberig geworden, want ik wil het eigenlijk gewoon weer in het Rijksmuseum hebben. Maar dat weten ze in het Van Gogh Museum niet. Maar ook interessant is de Daumier, Christus en zijn discipelen. Dus ook weer zo'n religieus thema. En de Boulard, toch ook een sentimenteel thema, maar ook over arme mensen. En de Naaister van Ribot. Ook een beetje dus die thema's die we ook al hebben gezien in die Lindenstein-collectie. En de vergelijking met de Lindenstein-collectie wordt ook interessant bij de landschappen. Want waar op Lindenstein dus duidelijk de romantiek heerste, of heerst, op slotverrekening kwamen ze in beide huizen, is op de Alexanderstraat de school van Barbizon heel goed vertegenwoordigd. En ik vertelde al dat Hanedoes daar ook al was geweest. En dit is een Franse kunstenaarskolonie, die zat in het dorpje Barbizon en dat ligt in het bos van Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. En het was een ongerept bos, of een oerbos, zoals we het tegenwoordig noemen, omdat het het oude jachtwoud van de Franse koning was. Dus daar werd niet er werden geen bomen gekapt en zo. En een groep schilders, onder wie Troyon, Corot en Dupré, die hier te zien zijn, die schilderden daar buiten. En dat was ook heel nieuw, want dat kon eerder niet. Als je vroeger buiten ging schilderen, dan moest je ter plekke je verf gaan mengen. In varkensblaasjes nam je dat dan mee, want dat hield het vocht goed vast van de olie. Je had je pigmenten en ter plekke moest je dan ontzettend knoeierig natuurlijk die verf gaan mengen. En dat hield ook niet lang. In de jaren 40 wordt de verf of de tube uitgevonden.
die natuurlijk voor heel veel uitvindingen praktisch was, maar ook voor verf. Want dan kon je de gemengde verf met bindmiddel en al in die tube stoppen en dan bleef dat goed. Kon je dus buiten gaan schilderen. En toen werd ook nog de draagbare veldezel uitgevonden, dus toen werd het leven echt een stuk makkelijker. En die schilders van Barbizon, die doen dat eigenlijk als eerste, die proberen dat allemaal uit en die gaan ter plekke op grote doeken schilderen. Wat voorheen altijd gewoon op kleine dingetjes in de schilders, het deksel van de schilderskist werd gedaan of getekend. En dat nam je dan mee en dan ging je in het atelier een grote schilderij maken. Maar in deze tijd wordt dat dus buiten gedaan. Dat is een grote vernieuwing in de 19e eeuwse schilderkunst. Dus dat die school van Barbizon hier zo aanwezig is, is ook een teken van interesse in moderniteit en innoviteit van de schilderkunst. In principe kocht Van Linde ook hier weer steeds één werk van elke kunstenaar. Maar, ik zal het even nog teruggaan, het werk van Daubigny, dit is een werk wat altijd op terzijde is uitgeleend in het Rijksmuseum te zien is. Een van de lievelingen die ik zelf heb in de collectie. Dus hier was hij blijkbaar ook zo dol op dat hij een tweede kocht. Een kapitale Charles Daubigny, altijd te zien in het Van Gogh Museum, omdat er een heel duidelijke relatie is met het werk van Van Gogh. Die heeft iets vergelijkbaars geschilderd, was zeer beïnvloed door Charles Daubigny. En dit zijn echt de topstukken die nog steeds te zien zijn. En hier weten we ook van hoe het werk is verworven, omdat Van Linde dit blijkbaar zelf voor heeft geboden op een veiling die werd gehouden bij het overlijden van Charles Daubigny. Toen is zijn nalatenschap in 1878 geveild in Parijs en daar heeft hij dit werk kunnen verwerven voor 1250 francs. Ik weet niet hoeveel gulden dat toen was, maar daar heeft hij dus zelf toegeslagen. En dat deed hij blijkbaar vaker. Want hier hebben we een werk van Thomas Couture, ook een vernieuwer van de schilderkunst. De leermeester ook van Edouard Manet, voor zover u dat zegt, was een van die vroege impressionisten. Dit is een schets voor een schilderij, de Gouddorst, dat in voltooide versie in het museum in Toulouse hangt, in het Musée des Augustins. Dus een schets kopen was ook al best vernieuwend. De schets werd in de 19e eeuw meer gewaardeerd vanaf 1850 dan daarvoor, wanneer alles precies en af en gedetailleerd moet zijn. En ook dat heeft hij verworven op een veiling. Want dat werd in 1880, weten we, al geëxposeerd ergens op een tentoonstelling. Toen was het nog uit de collectie Barbedienne. En die collectie wordt in 1892 geveild. En daar weet Van Linde dit werk te verwerven. Dus hij is iemand die blijkbaar actief op de veilingen koopt. Het is moeilijker om dit soort herkomst van waar die schilderijen vandaan komen te traceren als het om handel gaat. Veilingen kan je enigszins traceren, maar handel is vaak onderhands. Of niet, hè, dan heb je de verkoopboeken nodig die er niet altijd zijn. Dus dat maakt dat we hier toch wat minder vast kunnen zijn. Maar er zijn er toch een aantal wel vastgesteld. Want de meeste werken heeft hij toch gekocht via de kunsthandel, zoals deze mooie Volant. En ik heb daar die prachtige Weissenbroeg uit de collectie in Lindenstein, zeg maar, naast gehangen. Twee topstukken bij elkaar. Maar het laat ook zien, omdat ze zo mooi laat zien, hoe de smaak van de baron evolueerde van romantiek naar realisme of zelfs impressionisme, zou je hier kunnen zeggen. Een totaal andere opvatting van het weergeven van een havengezicht of van een stadsplein zoals hier in Luik. Dit is de Saint-Denis in Luik van Weissenbroeg. Maar ook hier zie je dat hij dit schilderij via de handel heeft gekocht in Parijs. Dus hij was veel in Parijs om daar dingen te kopen. Door Goupil en Compagnie, dat was een hele belangrijke handelaar in Parijs, die overigens ook een vestiging in Den Haag had. Dus het kan ook zijn dat het via de Haagse vestiging is gegaan, maar hij heeft er francs voor betaald, dus dat denk ik niet. En via in een Farbe zit er nog tussen, waarvan ik niet weet of het een handelaar is of een particulier. Maar in 1882 gaat dat eigenlijk vrij naadloos door naar Van Linde. Een groot liefhebber van de Franse kunst, in het bijzonder van de school van Barbizon, Gustave Courbet en deze Antoine Volant, was de Nederlandse kunsthandelaar Hendrik Jan van Wisseling. En hier zien we hem geportretteerd, prachtig portretje door Gustave Courbet, ook weer zo'n belangrijke Franse vernieuwer.
En het andere portretje door Marinus van der Marel is geschilderd van zijn zoon, Albert Jan van Wisseling, die in Parijs voor zichzelf begon in de jaren 80. Van Wisseling zat in Amsterdam en later in Den Haag. En die nam zijn vaders zaak over. En samen hebben zij zo'n 20 werken aan de Van Lindes verkocht. We weten maar van een paar welke dat zijn, omdat de verkoopboeken van Van Wisseling van voor 1892 verloren zijn gegaan. Dus daar kunnen we geen onderzoek naar doen. Maar dat het er ongeveer 20 zijn, weten we, omdat Van Wisseling dat schrijft aan de directeur van het Rijksmuseum, de jonkheer van Riemsdijk. En hij schrijft dat in 1900, wanneer na het overlijden van haar man, hè, en het deel van Van Lindesstein, wat in 1899 al naar het Rijksmuseum is gegaan, via het legaat, de barones van Linden besluit het tweede deel van de verzameling aan het museum te schenken. Zij doet dan afstand van het vruchtgebruik wat ze over die collectie heeft. En voor een goede duiding van de titels en van de makers van de kunstenaars vraagt Van Riemsdijk, dus de directeur, hulp van de handelaar Van Wisseling, die de collectie vermoedelijk ook voor hem taxeert. Want in elk geval noemt Van Riemsdijk in een brief aan de minister een bedrag van misschien wel 200.000 gulden waarde. En ter vergelijking, de collectie in Lindesstein is ook getaxeerd, want dat moest natuurlijk voor de verzekering, voor 11.500. Dus we hebben 200.000 en 11.500. En dat het verschil is logisch, want de romantiek is over zijn hoogtepunt heen en die zwaarmoedige werken vinden geen liefhebbers meer. Maar we zien hier de lijst die Van Wisseling maakte voor Van Riemsdijk. De cijfers die in blauw genoteerd zijn, daar hoort 18, hè, dat staat op een gegeven moment 1880 en dan gaat het weer door, 1890. Dat zijn de inventarisnummers in het Rijksmuseum waar de nummers nog steeds onder te, of de schilderijen nog steeds onder te vinden zijn. En we zien bij de titels af en toe wat correcties. En dat zijn de titels die dus Van Wisseling heeft gecorrigeerd op de lijst die Van Riemsdijk hem heeft gestuurd. En Van Riemsdijk moet dit allemaal aankondigen bij de minister van Binnenlandse Zaken, want de Rijkscollectie, de Rijksmuseumcollectie, is een staatscollectie. Dus dat moet elke keer via de minister worden goedgekeurd. En hij schrijft over die collectie aan de minister: nog nimmer werd aan het Rijksmuseum bij het leven een geschenk van zo'n grote waarde gedaan. Het komt mij daarom voor dat er alle termen bestaan om aan de milde geefster onderscheidingen dan wel het Ridderkruis in de Oranje, in de Orde van Oranje Nassau toe te kennen, waartoe ik de eer heb hierbij het voorstel te doen. Ik weet eigenlijk niet of dat gebeurd is. Niet gebeurd of weten we niet? Nou, nog iets om uit te zoeken. Dus van die 20 werken die Van Wisseling aan Van Linde heeft verkocht, kunnen we er maar een paar traceren, omdat die verkoopboeken dus vanaf 1892 pas beschikbaar zijn. Maar daarvan laat ik er twee zien. Ook omdat ze de kern van de collectie, devotie en moderne Franse kunst, eigenlijk vertegenwoordigen. Dit is een werk van Adolfo Monticelli, kunstenaar die waanzinnig populair was in de 19e eeuw. Ik zei al, van Delacroix hebben wij 4 werken, waarvan overigens het grootste deel in de 20e eeuw verworven. Van Monticelli waren ze niet aan te slepen en hebben we er ongeveer 50 in onze openbare collecties. Bijna allemaal in depots, want we zien dit niet meer. Het zijn natuurlijk best wel moeilijk te doorgronden voorstellingen. Dit is Christus zegent de kinderen. Heel dik geschilderd, vaak heel rul, dus moeilijk te lezen, bij wijze van spreken. Maar goed, toen was het een enorme aanwinst. En u kunt hieronder in rood omrand zien dat Van Wisseling deze kocht voor van ene Adio in Parijs voor 10.500 francs. Er staat in code, ik zal het even laten zien, voor, ik weet niet of het goed te zien is hoor, maar hier staat CE8EE Frans. En er zijn dan weer hele slimme mensen die hebben die codes, die sleutel gevonden. Dus die weten dat dit 10.500 frank was. En dat werd verkocht 10 dagen later aan Van Linde voor 6.000 gulden. Ik heb de omrekening nog niet kunnen maken. Voor het werk van Courbet, en dan zitten we dus veel meer in die moderne Franse kunst,
Daar is ook niet zo heel veel van in onze collectie, maar in de Van Linde collectie zitten 3 courbes. Een rotslandschap, een rivierlandschap en deze prachtige stilleven met de appels. Ook altijd te zien in het Van Gogh Museum. Hier was Van Wisseling de verkoper. Krijgen we iets mee? Hier staat hij in de bovenste regel van de winst die hij erop heeft gemaakt. Want hij koopt hem, even spieken, op 9 oktober 1995. En hij verkoopt hem een dag later. En hij koopt hem dan voor 2000 euro. En hij verkoopt hem voor 2400 gulden aan Van Linde. En die 400 gulden kunnen we wel zien als commissie. Vermoedelijk heeft Van Wisseling dit werk in opdracht gekocht voor Van Linde en die dan commissie betaalt. Dat gaat nog steeds zo. Handelaren moeten ook leven per slotverrekening. Dus met wel een van de belangrijkste aanwinsten uit die collectie. En staat ook niet voor niks natuurlijk op de poster van deze tentoonstelling van Linde. Het is erfenis. En dan is een van de andere topstukken de Monet. La Corniche bij Monaco. Je kunt er nog steeds heerlijk wandelen. En die kocht hij vermoedelijk zelf van Linde bij de Franse handelaar Georges Petit in 1886. En een ander topstuk is de Whistler. Arrangement in Yellow and Green. Met als bijtitel Effie Deans. De anekdote is al verteld, maar ik weet niet of die in deze contrée al aan de orde is geweest. Maar dit schilderij is te zien samen met het beroemde portret van Whistlers moeder op een tentoonstelling in 1889 in Nederland. En Van Linde vraagt hem aan Van Wisseling, die die schilderijen regelde voor de tentoonstelling. Kan Whistler niet ook een portret van mijn schoonmoeder maken? En dat is niet gebeurd, anders hadden wij dus een Van Wisseler portret van de moeder van Van Linde gehad in Nederland. Maar hij had dit werk al verworven, kapitale werk. En ook hier is dus te zien dat dat werk is in 1870 waarschijnlijk gemaakt. In 1879 gaat Whistler failliet. Dan verdwijnen er een heleboel werken uit het atelier waar het zicht even op kwijt is. En dit werk duikt dan in 1888 weer op bij een Graves. Ook een handelaar. Die verkoopt het door naar de handelaren Doudstwijl in Londen. En daar weet Van Wisselingen te bemachtigen en koopt Van Linden het. Maar goed, dat is het hele verhaal van de Whistler. Maar wat mij opviel toen ik mezelf verdiepte in de collectie, is dat er ook heel duidelijk een relatie is met die manier van kijken, die belangstelling voor scènes die heel een sentimentaliteit in zich hebben. Want het verhaal van Effie Deans gaat over een hoofdpersoon uit de roman van Walter Scott, The Heart of the Midlothian. En dat is Effie Deans die er onterecht van wordt beschuldigd de hand te hebben gehad in de dood van haar kind. Wat gelet op hè, de vroege dood van Cornelia, de dochter, toch ook wel enigszins poignant is. En we zien al die vroegte kerken en Kate Swift's treurende weduwe, die we daar zien, treurende schildersweduwe. Ja, het zijn allemaal hele, niet alleen sentimenteel, maar melancholisch werken, zou je kunnen zeggen. Er zijn vaker bij de schilderijen uit de collectie dit soort verbanden te leggen, maar vooral met ziekte en dood. En het wordt achteraf, als je het verhaal kent van de familie, natuurlijk heel tragisch en opmerkelijk. Maar vaak zijn ze al verworven voor 1880, zoals ik al zei. Dus dat is toch een vreemd soort toeval. Opmerkelijk is dat er ook in de collectie een groep kunstenaars vrijwel ontbreekt. En dat zijn de kunstenaars van de Haagse School. En daar weten we veel meer van tegenwoordig eigenlijk in Nederlandse musea dan van die Fransen. Maar Van Linde had alleen 1 Van Mesdag, 1 Jacob Maris, 1 Matthijs Maris, sorry, Willem Maris en 1 Anton Mauve. Eventueel kun je die Rossum du Châtel daar ook nog bij voegen. Dat is meer tweede generatie Haagse school. Die liet ik al eerder zien, die ophaalbrug. Maar voor een Haagse verzamelaar is dat toch wel heel weinig Haagse school. Hij gevoegd bij het feit dat hij geen lid is geworden van Poelgi Studio, wat het bolwerk was van Mesdag en van Jozef Israëls en echt van de Haagse school, geeft het aan dat de oriëntatie van de bron toch wel heel ferm gericht was op Parijs. Dat is wat hij heeft willen verzamelen. En dat is heel bijzonder, want daar was in Nederland heel weinig belangstelling voor in die jaren.
Het tekenend is dat de kunsthandelaar Theo van Gogh, de broer van de beroemde Vincent van Gogh, in 1888 een aantal schilderijen van Franse impressionisten stuurt naar een filiaal van zijn handelaar in Den Haag. En die zending komt kort na aankomst weer terug in Parijs als onverkoopbaar. Franse impressionisten. En dan zien we dat zo'n aankoop van een Monet heel bijzonder is. Heel vroeg ook, 1886. En het is dan ook heel lange tijd het enige werk van Monet dat in het Nederlands Museum is. Totdat in 1922, dus dat is toch bijna 30 jaar later, het echtpaar Van Wezel een schilderij met rozen nalaat van Claude Monet opnieuw aan het Rijksmuseum. En dan volgt in 1928 Museum Krüller-Müller en het Museum Boijmans en dan gaat het lopen. Maar dan zijn natuurlijk al een heleboel van die stukken al in Amerika met name. Hè, want Amerikanen kochten heel veel Franse impressionisten en in Franse musea. Maar goed, dat is dus bijzonder geweest dat hij zich echt op die Franse kunst heeft toegelegd. En dan zijn we aanbeland in het Rijksmuseum, want daar kwam de collectie dus terecht. Het legaat in 1899, de schenking een jaar later. Rijksmuseum was in 1885, had zijn intrek genomen, want het bestond natuurlijk al vanaf 1800, aan de Stadhouderskade, het bekende gebouw. En het vreemde is eigenlijk dat Van Linden heeft bedacht, ik laat die collectie naar het Rijksmuseum gaan. Want je denkt, waarom niet Den Haag? He, waarom heeft hij niet in de stad waar hij woonde, of bij wijze van spreken het Fries Museum in Leeuwarden, hadden het ook wel kunnen gebruiken, hoewel dat eigenlijk nog niet het museum was zoals we het nu kennen. Ik weet niet of er eerder gesprekken zijn geweest tussen Van Linden en de baron of de jonkheer van Riemsdijk, die toen directeur zou zijn. Daar zou privécorrespondentie mogelijk helpen. Het blijft een opvallende beslissing. Wel is het zo dat Van Wisseling tegen die tijd gevestigd was in Amsterdam. Dus mogelijk heeft Van Wisseling de handelaar ervoor gepleit. Maar wat ook heel goed mogelijk is, is dat Van Linden in de Haagse kringen had gehoord hoe op de collectie van het echtpaar Mesdag was gereageerd toen die werd aangeboden rond 1900 aan de stad Den Haag, aan het toenmalige gemeentemuseum. Daar was vriendelijk voor bedankt. Dat kan je niet voorstellen nu. Maar daar hadden ze geen belangstelling voor. En het is ongelooflijk, want die collectie bevatte niet alleen natuurlijk de beroemde meesters van de Haagse school. Zoals de branding op de Noordzee, waar Mesdag notabene de eerste gouden medaille ooit op een salon in Parijs had gewonnen van een Nederlander in 1870. Maar ook prachtige Gabriel, een van mijn lievelingsstukken hierachter. Maar ook de grootste en beste collectie Barbizon in Nederland, nog steeds. En Mesdag was een hele belangrijke figuur in de Haagse kunstwereld. Echt zo'n bobo, die had overal wel zijn vingers in. Dus ongetwijfeld hebben de baron en hij elkaar gekend, elkaar tegengekomen op de tentoonstellingen, elkaars verzameling bewonderd. En dat is ook wel een beetje te zien bijvoorbeeld uit deze twee schilderijen van de Italiaan Antonio Mancini, die een beetje een vreemde eend in de bijt is, zowel in de Van Linden collectie als in de Mesdag collectie. Want Mesdag was een enorme patroon, een mecenas van deze kunstenaar. En in de Mesdag collectie zit dus een hele groep van Mancini's, terwijl Van Linden heeft er één gekocht. Weliswaar weer zo'n typisch onderwerp, het kind. Hè, een kind wat, het heet ook wel de muizen, omdat je hieronder een muisje ziet. Maar ja, weer een kind, een arm en zo. Dus een heel erg Van Linden-achtige voorkeur. Maar ik vermoed dat dit keer het idee wel is ingegeven, sorry, door de smaak van Mesdag. Dat hij heeft gezegd, joh, koop jij er ook eentje. Maar goed, toen zij dus een prachtige collectie, waarvan ze op een gegeven moment ouder wordend natuurlijk dachten, wat moeten we daarmee, aan de stad Amsterdam, aan de stad Den Haag aanboden en geweigerd werden, hebben de Mesdags ervoor gekozen om hun verzameling en het woonhuis met de ateliers aan de staat na te laten. Dat is in 1903 gebeurd en daarom hebben we nog steeds het museum Mesdag.
Wat natuurlijk een hele gelukkige beslissing is geweest. En zoals ik al zei, Van Linden heeft dat dus eigenlijk ook gedaan. Die heeft in 1896 in zijn testament laten opnemen. Hij zei wel Rijksmuseum, maar misschien wist hij dat hij het daarmee naliet aan de Staten Nederlanden. Dus, want daar komt het dan op neer. En het museum was natuurlijk nog niet zo lang geopend aan de Stadhouderskade. Kon nog wel wat aanvulling van de collecties gebruiken, zeker in de moderne kunst. En je ziet dus dat er in die jaren meer legaten en schenkingen binnenkomen. En aan het begin van mijn verhaal zei ik ook al, die collectie bestaat onder meer. We hebben natuurlijk ook dingen aangekocht, maar er zitten ook 13 legaten en schenkingen in. Groepen. Even kijken hoor. Ja. Dus in 1899 komt die Van Linden collectie binnen in het Rijksmuseum. Aanvankelijk het Lindenstein deel. En in 1900 door de schenking van de barones het deel uit Den Haag. Zij verhuist dan naar Waardenburg of gaat daar permanent wonen. Ze kwam daar al veel. Want ik vroeg me aanvankelijk af, hé, wat ongezellig, hè? Al die schilderijen naar het Rijksmuseum. Heb je kale wanden? Gaat ze opnieuw verzamelen? Had ik wel heel interessant gevonden, maar dat is dus niet zo. Ze verhuist. Ze gaat gewoon weg uit het huis. Dat enorme huis is ook, denk ik, niet heel gezellig in je eentje. Dus zij verlaat het huis. En die collectie kreeg een... De directeur hoopt ook dat... Dat Franse deel naar het Rijksmuseum komt. Dat gebeurt veel sneller dan hij had verwacht. En dan krijgt het museum in één klap een prachtige aanvulling met buitenlandse moderne kunst. En die collectie krijgt een plek in de grote admiralenzaal in de moderne, in het fragmentengebouw. En dat is hier te zien. Dat is het aparte gebouw aan de museumpleinkant, zeg maar achter de bushalte, voor degene die, van u die dat kennen, halte Rijksmuseum, heel toevallig. En waar in de façade en deels in het gebouw oude bouwfragmenten waren verwerkt. De architect Kuipers had bedacht dat daar een soort museum van de oude architectuur zou komen. Want het waren allemaal oude bouwfragmenten die in Nederland dreigden verloren te gaan. Maar daarbinnen waren dus zalen, ook grote zalen, en daar kregen ook andere moderne kunstverzamelingen die langzaam in de jaren binnenkomen een plek. Zo zie je dat in de verkoopboeken van Van Wisseling, op hetzelfde moment dat Van Linden daar binnenloopt, ook Westerwoud bijvoorbeeld daar binnenkomt. En die verwerft er een hele mooie collectie Haagse School, waarvan ik hier de lieveling van het, van het publiek laat zien, de Kinderen der Zee van Jozef Israëls. Dus jarenlang voor het Instagram-tijdperk onze best verkochte aanzichtkaart geweest. En dit is in 1907. En in 1914 wordt een deel van de enorme collectie van Randwijk geschonken. Deze had belangrijk werk van de school van Barbizon. Die had bijvoorbeeld een Jean-François Millet. Dat had Van Linden dan weer niet. Maar die had ook Haagse school. Dus je ziet dat die verzamelaars op beide fronten verzamelen. Maar de klap op de vuurpijl was een heel groot bruikleen in 1903 van het echtpaar Drucker Fraser, ook van werk uit de Haagse school. En dat was bepaald niet encyclopedisch verzamelen. Die hadden echt 20 malves, tekeningen, aquarellen, schilderijen, grote groep Israëls. Dus dat was echt heel veel. In totaal bevatte deze hele collectie, maar dan hebben we het wel pas over het legaat van 44, bijna 1000 objecten. Er zitten ook kunstnijverheid bij, Japanse porselein, tekeningen, prenten, etc. Dus een hele grote groep. En dat werd later, hè, hier dus het lievelingswerk van ook van veel mensen, Mauve, de Ochtendrit en de prachtige Heide te Laren. Werk van Jozef Israëls, wat in die tijd al enorm duur was, omdat het in Canada, Schotland en Verenigde Staten ontzettend goed verkocht. Dus dat was niet zo makkelijk te verwerven. De Joodse bruiloft hangt altijd in het Joods Historisch Museum. Maar zij brachten ook nog modernere kunst binnen van Isaac Israëls en bijvoorbeeld het beroemde kimono-meisje van Georg Breitner. Dus dat kwam binnen, maar dat kwam binnen als bruikleen. Niet als schenking, niet als legaat. En dat had wel gevolgen, want de drukker Frevers die zeiden oké, wij willen jullie wel dit bruikleen laten geven met het oog op een legaat in de toekomst. Maar we vinden het niet zo leuk dat we die admiralenzaal moeten delen met andere collecties in het fragmentengebouw.
En zij stellen dan de directie meer bruiklenen in het vooruitzicht, want het zijn hele grote verzamelaars, als in die zaal alleen hun collectie wordt getoond. En vervolgens bieden ze ook aan mee te betalen aan een nieuwe uitbouw naast dat fragmentengebouw. En dat ziet u hier, dat is de huidige Philipsvleugel, ook weer genoemd naar de geldschieter. Maar toen, dat is heel lang de drukkeruitbouw geweest. Dus dat zijn, ik geloof niet dat ik dat heb, deze groep zalen. Dit is fragmentengebouw, dat is die aanbouw, dat wordt voltooid in 1911, 1912. En ja, dat is natuurlijk wel heel aanlokkelijk voor de directie, want in één klap hebben ze een enorme departement, zou je kunnen zeggen, moderne kunst. Dus daar komen nieuwe zalen ook in met bovenlicht, echt goede schilderijenzalen, lange hoge wanden, heel geschikt voor die grote schilderijen. En langzaam zie je dan de andere collecties verdwijnen naar de kleinere zalen. Kijk, dit is nog zo'n mooie zaal waar de drukkercollectie hing. En hier hangt dan Westerwoud. En hier vind ik echt een beetje sneu de collectie van Linde. En dat zijn de oudere zalen waar dat bovenlicht niet is en zo. En het is allemaal een beetje krap. Weliswaar zoals het vermoedelijk hing in de schilderijensalon op Lindenstein. Maar ze hadden toch wel iets meer eer verdiend. En die gang van zaken heeft natuurlijk te maken met die worst die het echtpaar Drukker Vreese het museum voorhield. De collectie zou uiteindelijk in zijn geheel gelegiteerd worden. Af en toe worden de schenkingen gedaan. En ze kopen ook af en toe schilderijen speciaal voor het museum. Dus het zijn waanzinnig genereuze mecenas geweest. Maar het heeft ook te maken met de smaak van die tijd en de keuze voor de eigen schilderschool. Want rond 1900 is het nationalisme op zijn hoogtepunt in Nederland. En wat is er dan fijner dat je een eigen groep schilders hebt, die furoren maakt in het buitenland, met notabene werken die het Hollandse landschap en het Hollandse leven vieren. Dus ja, dat is zo bepalend geweest voor de identiteit van de Nederlandse schilderkunst, dat die voorkeur nog heel lang is doorgegaan. Toen ik in 2003, vreselijk lang geleden, conservator werd van de 19e eeuwse schilderkunst, was het grootste deel van de Franse werken hing in het Van Gogh Museum. Want dat was het museum van de Franse kunst. Dus toen we in 1913 het museum weer heropenden, heb ik gezorgd dat daar een flink deel van de Franse stukken weer terugkwamen. Waaronder de Courbet. Die is hier te zien achter de vitrine. Dit is de rotswand van de Van Linde collectie. Hier een Corot uit de andere collectie. Dit is de Weissenbroeg in Barbizon. Hier Monet. En hier, dit is hoe het nu hangt. En hier de Monet en de Daubigny bij elkaar. Die hingen dus vroeger allemaal in het Van Gogh Museum. En ja, dat vond ik toch wel wat te gortig. Dus dat is, het leidt er ook toe dat nu deze stukken te zien zijn bij ons, dat ze ook worden aangevraagd. Oh, die is verdwenen. Of niet? Ja, nou ja, ze worden aangevraagd door andere musea, waardoor bijvoorbeeld mensen, ik had een dia van de Monet op een tentoonstelling in Basel, dus andere mensen kunnen nu ook van genieten. Dus het wordt allemaal uitgeleend, want we hebben een enorm bruikleenverkeer. Nou, dat project waar we het vandaag over hebben, Van Lindes erfenis, draagt dus enorm bij aan die zichtbaarheid. Heeft mij er enorm van bewust gemaakt dat deze collectie aparte aandacht verdient. Waarvoor mijn grote dank. Dank u wel. Nou, prachtig verhaal. Ik denk dat we nog even tijd voor wat vragen.